Waar we bedaard in gingen, dan zijn we elke keer, oh, hij is net weer helemaal compleet. Maar daar kwam gelukkig verroering in. De moenen van bedaard waren namelijk over aan de sneuwer officieel liepen nadat er een grote restauratie onderging hier. We hadden heel lang bij de wandel geweest om het valkwander te krijgen, ook wat de zin betreft. Maar ja, hij staat nu in volle glorie, staat hier weer te draaien. Nou, we hebben de nieuwe roeren, de wiekers zitten erop, de kleppen nog wat meer. We hebben een nieuwe kap hebben erop. Dus ja, het icoon van bedaard, zeg maar, dat is weer helemaal in volle glorie weer. Er was een soort geld nodig voor de restauratie, maar er waren een soort instellingen en fondsen die een bijdrage leveren. Ik waren de oude kleppen van de moenen voorzien van een logo en verkochte ontwerpsgenoten. Dit smeert zo'n 3000 euro op. Het dorp wil namelijk graag mij helpen om de moenen weer mooi te krijgen. Mooi is het spul er al komen en toen we het dorp echt zo van, oh wat is dit keel. Had ik hier omgereden komen in bedaard, waar is de moenen? Er is mist iets. En nou hebben we van de verschillende mensen dat het spul er weer op zit, zei van, ja. Het icoon is weer clear en we komen weer thuis. De bezoekers van de opening waren hier dan echt heel enthousiast door het resultaat. Heel bijzonder. Ik herinner me nog heel goed op 11 november 1972 dat de moeder toen opgebouwd is. Ik ben ook van arts en bedader. Dat heb ik al in mij maken. En wel heel bijzonder dat er naar toen weer restaureerd waren. En voor het warmsbeeld, dat is schitterend. Dat is, ken het beter. Hartstikke mooi, ja. Ik ga hier altijd wennen, ik ben hier geboren en ik vind het geweldig dat de moenen weer zo mooi worden is. De moenen jet bij bedaard.